Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben samen met Alice aan het wandelen. Weer in mijn korte broek natuurlijk. Oh, wil je ook kijken? Tada! Want ik heb een wond op mijn knie toen ik van mijn fiets ben afgevallen. En ik wil even laten zien. Zie je nu? Ja. Kijk. Dit ziet heel lekker uit, maar ja. Hoe onze dag er vandaag uitziet. Eerst Alice uitlaten. Dan ga ik in de live chat. Gaan we volgens mij 's middags ergens naar de paarden toe. En dan gaan we een buitenrit maken. Ja, en meer weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat we nog naar de paardenwinkel toe moeten. Omdat Corona haar hooi net zat een gat in. En daar kan ze natuurlijk met haar... Oh, het ziet er wel heel schattig uit zo. Wacht, ik ga een foto maken. Ja, we moesten, want er zat een gat in en dan kan ze met haar been in blijven hangen. En het is niet goed. Dus dat moeten we even gaan halen. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, maar... Ik heb aankomende week op school heb ik niet... Oh, oké, ik ga het nog even proberen. Werkt niet. Maar ik heb... Oeh, zo, oké, dat was erg lastig. En dus komt een nieuwe renner aan. Ik heb niet een gewone week, ik heb een activiteitenweek. En dat houdt in dat ik eigenlijk alleen maar uitval heb. En gewoon leuke dingen ga doen met mijn klas. En daar vind ik wel heel veel in. Hey, trouwens, als je dit ziet. Hi! Assie! Ja, of je rent gewoon heel ver en dan uiteindelijk kom je erachter dat je je baas mist. Zo, paardjes staan lekker op de wei. Waarom Veron nog staartjes heeft, dat weet ik ook niet. Maar het is zoals het is. Boris hier. Dat is kleinste werk. Wow. Zoals Boris wil even joehoe roepen. Joehoe! Joehoe! Ja, er waren werkzaamheden, dus ze mochten een paar dagen niet op de wei. Werkzaamheden zijn nu voorbij. En nu mogen ze weer lekker op de wei. Daar. En wij gaan nu naar huis toe. Dan gaan we daarna weer terug om de paarden van de wei af te halen. Elisa doet vanmiddag de paarden. Voor de rest... Maandag vandaag, het is heilig. Tess heeft introductieweek. Dus die heeft het vrij druk deze week. Dus de paardjes hebben wat meer vrij, geeft niet. Ze zijn hard getraind. Boris staat ook lekker daar. Nou, Blondie is net gelongeerd door Felicia. En die hebben we afgespoeld en die is nu lekker op de wei. Blij aan het zijn, ze riepen de hele tijd op naar elkaar. Nou, ik ga nog eventjes flower en supplementen geven en dan ga ik naar huis en dan mag ze dus straks weer af. Het is vandaag dinsdag. Ik heb in het weekend even een weekendje vrij gehad omdat ik best wel heel erg moe was van alle indrukken van de eerste twee weken en ja, gewoon van alles. Maandag was ik heel de dag op school, want ik heb een introductieweek deze week. Vandaag was ik ook weer wat later uit. En het was ook echt heel erg warm. Het was vandaag 32 graden. En man, wat is dat warm. Dus het is inmiddels donker. En wij zijn onderweg naar de paardjes. Dan gaan we ze in de stapmolen doen. En met we bedoel ik mijn moeder en ik. In de stapmolen, de hapjes doen. Vanmorgen zijn ze in de stapmolen en paddock geweest. En in de middag hebben zijn ze afgespat. Dus wij gaan dat nu ook nog een keer doen. Ja. De hapjes aan het maken. Hier de spuit en de imidon. Ook Corona is een beetje aan het kuchen. Daarom krijgt ze imidon. Was het normaal, hè? En dit is van Evenstel. Is dat aan? Het is vandaag vrijdag. We hebben deze week niet heel veel gefilmd. Dat was omdat ik een introductieweek had op school.
Dat was in plaats van kamp, want dat kon helaas niet meer doorgaan door corona. Daardoor met z'n allen allemaal leuke dingen gedaan op school. En ben ik niet echt naar de manege geweest, omdat ik op school ook lange dagen maakte. En daarom is het vandaag vrijdag. Ben ik Londen aan het poetsen, want het sneeuwt vandaag. Want ik ga samen met moeder op buitenrit. We gaan vandaag proberen om via een andere manier naar het strand toe te komen. Maar eerst natuurlijk opzadelen en verder poetsen. Ik sta nu bij Verona en ik ben haar hoofdstel aan het indoen. Want Blondie is niet heel slim geweest. Gewoon blijf gaan. Voor mee. Ik was met Blondie zo aan het kriebelen en op een gegeven moment zie ik hier een heel bonk bij haar oor. Toen zat hier zo'n spleetje met dit rode spul. En was ik dat aan het schoonmaken met betadine en water. Ik was nu een beetje aan het smetten. Toen zag ik ineens bloed in haar voorpluk. Toen ben ik in haar voorpluk gaan kijken. Dus brave Poenie, goed zo. Ja, voor. En goed zo. Toen zag ik dit. Heb ik dat schoongemaakt met water. Toen heb ik dat schoongemaakt met water. En daarna het vliesje erbij gehaald en dan weer en nu komt de dierenarts ervoor. Maar nu ga ik Corona rijden en neem mijn moeder jullie mee met de dierenarts, denk ik. Nou, dan gaan we niet filmen. Dierenarts laten we altijd gewoon. Doen we niet, want dat vind ik niet zo fijn. Want straks met Strelle is dat ook niet heel erg gevallen. Oh ja. Maar de dierenarts komt even kijken. Ja. Blondie die is bij de dierenarts hierheen gekomen. De veearts, om het zo te zeggen. Ze is nu een beetje aan het slapen, want ze heeft wat verdoving gehad. Ze is hier gehecht. En ze heeft krammetjes, 3. Krammetjes. Dus krammetjes, soort lijkt op nietjes. En over 10 dagen moeten ze er allemaal uit zijn. En dan zijn ze er toch allemaal zelf uitgevallen, toch? Dat hopen we. Dat hopen we. En anders komt ze weer terug. En hoe lang mag ik dan ongeveer niet rijden? Je mag gewoon morgen gewoon rijden. Oh, ja, dat is fijn. Ze heeft antibiotica gehad. En nu ga ik even lekker met haar wandelen. Want ze mag nu nog niet in de stal. En hoe lang moet ik ongeveer wandelen? Een uurtje, maar ze kan, als ze wat meer wakker is, mag ze ook in de stad wonen. Maar een uurtje wandelen ongeveer. Nou, dan ga ik dat doen. Is de sedatie eruit aan het lopen? Het is wel een beetje zo. Oh. Gaat het goed? Ja. Goed zo. Oh, ze loopt alweer wat beter. Oké. Okay. Nou, nog een paar rondjes en dan mag ze bij Vroontje. Ja.